Amsterdam vierde de Vrije Universiteit haar 17e lustrum met de verlening van een aantal eredoctoraten in tegenwoordigheid onder meer van de koningin en prinses Beatrix. Met een eredoctoraat onderscheidt de universiteit mensen voor uitzonderlijke verdiensten. Dat kunnen verdiensten zijn binnen de wetenschap of in de samenleving. Over de hele wereld kennen universiteiten eredoctoraten toe. En in de regel gebeurt dat op de dies natalis, de verjaardag van de universiteit. De Vrije Universiteit doet dat sinds 1930, toen ze het 50-jarig bestaan vierden. Alles werd toen uit de kast gehaald om het jubileum luister bij te zetten. En de uitreiking van een viertal eredoctoraten, waaronder een aan politicus Hendrikus Colijn, paste daarbij. Sindsdien heeft de VU 76 personen tot doctor honoris causa benoemd. De ceremonie waarin de erepromotie plaatsvindt is, net als veel andere academische rituelen, in de loop der tijd weinig veranderd. Nu we er niet fysiek bij kunnen zijn, gaat het natuurlijk wel net een beetje anders. Maar normaal gesproken spreekt de erepromotor de promotieformule uit, waarna de bul met het zegel van de universiteit wordt uitgereikt aan de eredoctor. En daarna wordt de zogenaamde kappa omgehangen. Die kappa is een soort kleine cape in paars en groen, de VU-kleuren, en ze staat symbool voor de nieuwe waardigheid van de ontvanger. De kappa mag gedragen worden bij academische plechtigheden. De Vrije Universiteit eerde ook de grote voorvechter van de integratie in de Verenigde Staten, dominee Martin Luther King, met een eredoctoraat in de sociale wetenschappen. Dit eredoctoraat van Martin Luther King is wel het meest opvallende uit de geschiedenis van de VU. En destijds was het een uitgesproken statement van de universiteit. Het was overigens niet onomstreden. Er was kritiek, ook het eigen kring. Maar zeker nu zijn we er trots op. En wordt de verbondenheid met King en zijn gedachtegoed op allerlei manieren levend gehouden. Er is bijvoorbeeld een gedenkplaat bij de ingang van het auditorium. In onze erfgoedcollectie bewaren we de toga die King leende van dominee Buskus voor tijdens de ceremonie. Jaarlijks wordt de Martin Luther King lezing georganiseerd. En in het interviewproject We Shall Overcome vragen we momenteel toenmalige studenten naar hun herinneringen aan King. De ontmoeting met King heeft hen vaak hun leven lang geïnspireerd.